vechten op kerst. Sinterklaas vliegt supersnel. En lichtjes festijnen op Montplezier. Goedenavond en welkom bij het 10 minuten nieuwsjournaal. In verschillende landen hebben ze hun eigen kersttradities. In Zweden bijvoorbeeld gaan veel mensen zwanen kijken. En in Zwitserland is er een enge figuur die kinderen bang maakt. Maar in Peru gaan ze letterlijk op de vuist met elkaar. Takanaku, dat is een jaarlijks festijn onder inheemse in Peru dat het hoogste punt heeft op eerste kerstdag 25 december. Het bijzondere is dat er volop gevochten wordt. Ja, mensen gaan met elkaar op de vuist. Mannen en vrouwen tegenover elkaar zonder wapens. Wat houdt het allemaal in? Het begon in de regio in Santo Tomas en wordt nu ook gehouden in andere dorpen en zelf in de grote steden van Peru, zoals Cusco en de hoofdstad Lima. Het begint dagen voor 25 december. Mannen en vrouwen drinken alcohol, vieren feest en dansen. Op 25 december starten de bewoners van het dorp de dag met ontbijt. Daarna begint het vechten. Wie vecht tegen wie precies tijdens Takanaku? Mannen, vrouwen en zelf kinderen die ruzie hebben gekregen met elkaar in het afgelopen jaar, moeten middels zo'n gevecht het probleem oplossen. Alle soorten ruzies eindigen op deze manier op 25 december. Buitenlanders vinden het vreemd, maar voor de mensen die vechten is het de juiste manier om zonder de politie, militairen of de rechter hun onderling probleem op te lossen. Degene die als eerst valt heeft verloren. Na het gevecht moeten de twee vechters elkaar verplicht omhelzen, want dan is de ruzie officieel voorbij. Er zijn op de tweede kerstdag ook gevechten tussen mensen van verschillende dorpen die op deze manier hun dorp vertegenwoordigen. De regering in Peru probeert al jaren een eind te maken aan het Takanaku-festijn, maar dat is tot nu toe niet gelukt. Alle aandacht van de regering heeft Takanaku alleen maar populairder gemaakt. Nu nemen ook niet-inheemse mensen deel aan het festijn en de gevechten. Ja, Takanaku is wel misschien de meest bizarre kersttraditie die wij tot nu toe zijn tegengekomen. Alle huizen op aarde in één nacht te bezoeken, moet de kerstman heel hard vliegen, meer dan 1000 kilometer per seconde. Deze is een van de kerstweetjes van vandaag. Dat de kerstman op kerstavond heel de wereld rondgaat om kerstcadeautjes af te leveren, wist je natuurlijk al. Maar wist je dat hij, om alle huizen te kunnen bezoeken, maar liefst 822 huizen per seconde afwerkt? Dat betekent dat hij zich moet voortbewegen met een snelheid van 1046 kilometer per seconde. Dus als je denkt dat je centen voorbij zal zien gaan, lekker niet. Het gaat met 1046 km per seconde veel te snel voor het oog van de mens. Engelenhaar verwijst echt naar engelen. Al decennia lang gebruiken mensen engelenhaar om de boom te versieren. Waarom is die traditie ooit ontstaan? Door engelenhaar in de boom te hangen, wilden mensen laten zien dat echte engelen de boom hadden versierd en er waren wat van hun prachtige haren achtergebleven. Later werd het engelenhaar vervangen door de zilveren en anderkleurige slierten, maar de gedachte erachter is nog steeds hetzelfde. Stille Nacht is het vaakst opgenomen kerstliedje. Stille Nacht is van alle kerstliederen het meest opgenomen. 733 verschillende versies zijn al voorzien van een copyright sinds 1978. White Christmas is de best verkochte kerstsingle aller tijden. All I Want for Christmas van Mariah Carey is de meest populaire kerstsingle van deze tijd. Al jaren genieten duizenden personen van de uitbundige kerstversiering in de omgeving van de woning van ondernemer Dilip Sarju. Dit jaar is het ook niet anders. Het is bijna elke avond een komen en gaan van personen die speciaal hiervoor komen. Iedereen bewondert het lichtend schouwspel. My mom and my dad took me here.
It has so many colors and it's about Christmas. Met mijn gezin en mijn schoonfamilie. Heel enthousiast. Vanaf we naar binnen reden hadden ze zoiets van wauw, mooi, mooie bomen. Vooral voor kinderen is het genieten, ook voor de allerjongsten. Ze kijken hun ogen uit en zijn bijna allemaal onder indruk van duizenden lichtjes. It's beginning to look a lot like Christmas. I would go with that one right there. It's like a Cinderella cart and it has horse and it has Santa and Mrs. Claus. Nou, als ik nu voor me kijk, vind ik de paarden, de koets, dat koetsmodel heel leuk. De manier hoe het is opgezet. Alle verschillende lichtjes vind ik mooi voor allemaal. Van de bomen, van de dieren, zoals dat. But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own. Lekker rondlopen of gezellig bij elkaar zitten. De sfeer is ontspannen. En wat niet zal ontbreken, zijn al de mensen die met hun mobieltjes dit moment vastleggen of delen met de wereld. Mom and dad can hardly wait for school to start again. It's beginning to look a lot like Christmas. We komen er elk jaar naartoe en we vinden het fijn, omdat er ook elk jaar een verandering is. Dit jaar is het een iets uitgebreider en een veel mooier dan de afgelopen jaren. The snow. It's beginning to look a lot like Christmas. Soon the bells will start. Christmas is een dag die iedereen viert in Suriname en nou van welk geloof je ook bent. Het is altijd leuk om in de kersttijd te zijn. Het is elk jaar een hele onderneming om dit alles op te zetten. We beginnen meestal op 15 oktober met de opstart. En dan 15 oktober en tegen, laten we zeggen, zo een eind november is die volledig. Maar op 25 november meestal maken we het aan omdat dat de onafhankelijkheidsdag is van dit land. Het is niet meneer Sarjo die met het idee kwam om de buurt te versieren. Ik ben niet begonnen eigenlijk, het is mevrouw die begonnen is daarmee. En ze is eigenlijk tegen 1996 begonnen. En het begon heel klein en op een gegeven moment was er veel meer animo daarvoor. En langzaam is het zich gaan uitbreiden. En toen is mijn dochter gaan studeren en toen zijn we gestopt voor een tijdje. Maar toen ze terug was van de studie, terug in Suriname, toen hebben we het weer opgepakt. En het ging maar door. Als we zien dat zoveel mensen ervan genieten, hebben we het elke jaar weer geïntroduceerd. En omdat Rudy Sound Company is die erachter kan staan, financially, hebben we het gewoon gelaten en gezegd, oké, dan doen we het vanuit de company en de company betaalt het voor. Er zijn speciale meters geplaatst op de palen voor ons, dus dan betalen we dat apart aan de EBS. Klinkt misschien gek, maar meneer en mevrouw Sarjo genieten niet van de versiering en de lichten zelf. Ze genieten van hoe de mensen ervan genieten. Het doet me goed en dat is de reden dat het elk jaar weer terugkomt, omdat ik merk dat de mensen ervan genieten. Bij bepaalde hoogtijdagen, zoals bij de kinderdag, hebben we vrije popcorn, vrije drank, vrije chocomel, die dingen geven we dan suikerspin. Maar kijk, bij kerst gaan we hetzelfde weer doen. Heeft meneer Sarjo een idee hoe lang hij dit zal blijven doen? Ik weet het niet. In huis hebben we een kleine. Die is, een kleintje, een klein zoontje, dus die is nu nauwelijks nog geen 2 jaar. Maar misschien nog een 3, 4 jaar, 5 jaar. Het kan lang zijn en het kan kort zijn.
In elk geval blijven de lichten deze keer aan tot na de jaarwisseling. Tot 6 januari op Drie Koningen is de laatste dag, dan schakelen de lichten uit. En dat was het voor deze uitzending. Bedankt voor het kijken en een fijne kerst. Goedenavond.